Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 6 december. Het is net 10 uur geweest. Ik heb mijn jas al aan. Ik ga nu met mijn meisje lopen die daar nu lekker ligt. Ik heb mijn nageltjes gelakt. Ja, mooi rood. Is niet lelijk. Nee. Ik heb mijn teennagels ook gedaan. Ja, gisteravond nog. En ik ga jullie weer gewoon vandaag meenemen. Het wordt weer een hele andere vlog dan die jullie van ons zijn gewend. Want we gaan vanavond op kraamvisite. Kraamvisite? Ja, kraamvisite. Ik weet niet of ik daar mag filmen, maar dat zien we dan wel weer. Heel eventjes misschien. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Nou, lekker aan het lopen. Mijn meisje is daar ergens in bosjes. Maar ik wil jullie wat anders moois laten zien. Moet ik heel even inzoomen. Ik hoop niet dat hij wazig wordt. Nee. Kijk. Allemaal ooievaars. Die komt wel. Die komt er vanzelf wel achteraan. Maar niet druk maken. Het is namelijk nog lekker zo te vroeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Zonneschijn, ja. Zonneschijn niet? Is wel ja, jij, en jij bent mijn zonneschijn. Oh, oké, okay. Dat is goed. Ja. Morgen. Ja. Echt nou de hele tijd mee filmen plaats van het leuke bos.
jij niet mee? Kom. En toen hadden we alleen maar water. Ik sta op wacht zonder hemd, zonder broek. Ik denk aan jou zonder hemd, zonder broek. Ik ben echt aan. Tegenwoordig wel. Hoeveel kilometer al bijna en naar de 200. Zo. En hoe vaak per dag doe je dat dan? 1 keer per dag? Ja. En dit komt dan weer morgen online. Heb je een kaartje? Ja, die had ze al. Ja, die heb ik al. Is dat ook op je Facebook? YouTube. Oh, YouTube, natuurlijk. Ja. Je zegt het zelf, ouderwets. Echt heel dom. Als we kinderen dit horen, dan denken ze ook. Hey, kerel! Kom dan! Ja, maar ze kunnen ook echt gewoon echt draven. Ja. Dit is ideaal hier, dit veldje. Dit is echt ideaal, dit. Je kan even lekker die zitten. Die bomen zijn weg, hè, op ons veldje daar. Heerlijk, heerlijk. Ja, ik vind het wel heel erg wennen. Ja, maar dat is het ook. Maar dat is het ook. Ik ga lekker even zitten. Ja, maar dat nog terugplanten? Kom dan! De 2 kadavers. Ook zo zwart zit allebei. Ja, leuk is dat ook, hè? Moet dat nou echt ons weer op internet? Ja. Ja. Wees blij in dat ik jou niet heb benaamd, noem meid. Eigenlijk, nooit. Sinds wanneer doe je dat, kloppen? Dat ik eigenlijk hem heb leren kennen, Ro, doe ik het eigenlijk sinds dat we eigenlijk samen zijn, ja. Is het dagtaak, hè? Nee. Om weer iets leuks te verzinnen, of niet? Nee. Nee, doe je gewoon alles wat je doet? Gewoon eigenlijk alles en wat we doen. Ja, ik hoorde gisteren die Enzo Knol, dus voor de kinderen dan een beste bekendste vlogger. Ja. Die moet allerlei dingen verzinnen om maar... Maar Enzo, en die komt ook binnenkort richting hier alheen, hè? Binnenkort. Oh ja? Ja. Die had met zijn vriendin gebroken, zei mijn zoon. Dat ja. Dat was helemaal niet waar. Dat was alleen maar om even de kijkcijfers omhoog te krijgen. Ik denk het niet. Denk het niet. Ja, ze zijn niet meer bij elkaar. Nou. Ja, maar dat heb je toch altijd wel. Ja, dus... Nou, wij zijn weer terug. Wij gaan nu weer terug naar huis. Mijn meisje heeft lekker gespeeld. Met een speelmaatje. Ja. Mijn bezoek die staat waarschijnlijk bijna te wachten voor de deur. Ja. Het is weer woensdag, hè? Het is bezoektijd. Ja, bezoektijd. Mijn kop even leeg praten. Ja, mijn kopje leeg praten. Is goed voor mij. Ja. Dus nee, ik ga dus nu lekker naar huis lopen. En dan gezellig pakje leuten. Gezellig praten of niet gezellig praten. Je weet het nooit waar het allemaal over gaat. Dus elke week weer anders. Ja, precies. Nou, wij hebben een auto onder onze kontje. En we hebben een hele mooie auto. Ja, een hele mooie auto. Een hele mooie Alfa. Ja. Hele mooie Alfa. Ben je er blij mee? Jazeker. Met je nieuwe auto? Zeker. Wat denk jij dan? Mooi zo. Dat is fijn. Nou, dan mag ik ook nog eventjes de mijne eventjes een beetje naar achteren pleuren. Pleuren en sleuren nog wel, zeg maar. Nee, dat doe ik wel, schatje. Dat doe ik wel. Vind ik leuk. Zo. Ik weet ook hoe dingen werken. Ha, kijk. Ik zit in een auto. Volgens mij is dat ook navigatie, of niet? Of nee, is dat geen navigatie, nee. Een radio? Oké, het is radio. Ja, ik zie het. Het is radio, kijk. Toppie, joppie.
zijn onderweg naar Deventer. Ja, even een andere locatie dan die jullie van ons zijn gewend. Mijn ventje zit lekker auto te rijden. Ja, zit. Ja, zeker heel goed. Dus ja, wij gaan nu lekker naar Deventer. Lekker op kraambezoek bij Pippi en bij mama Popcorn. Ja, dus hoop ik en dat ik daar een beetje mag vloggen. Dat heb ik al vanochtend al gezegd. Ik hoop het. Zo niet, hebben jullie lekker pech. En dan hoop ik wel in dat ik foto's mag maken. Dus, ik zou zeggen, blijf gewoon kijken. Misschien niet, misschien wel. Aan de overkant staan ze allemaal in de file. Heel veel reisplezier, jongens. Heel veel reisplezier. Heel veel reisplezier. En lekker wachten. Er was dus waarschijnlijk een ongelukje gebeurd. Nee. Nee, dit is niet fijn, nee. Als je zo in de file staat en wij kunnen lekker doorrijden, kijk. En hun? Staan in de file. Er komt nog veel meer aan. En Enzo, was het gisteren leuk op en op Scheveningen? Nee. Was het leuk gisteren? Volgens mij wel. En zo was namelijk gisteren in Scheveningen. Ja, dat was leuk volgens mij. Volgens mij met D, maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij wel. Ik hoop het voor ze. Gezellig. Jongens, rij nou niet zo hard, want jullie staan allemaal zo meteen in de file. Wij kunnen lekker doorrijden. Dat is leuk. Oh, gaan we een wedstrijdje doen of zo? Mag hoor. Mag hoor. Wedstrijdje doen. Is ook gezellig. Wedstrijdje doen. Smoe. Doe het je best, hè. Ja, mooi, hè. Pussy, kom zo. Ja. YouTube-kijkers, ja, nou, daar zijn we weer.
Helaas ben ik vergeten te vragen of ik mocht vloggen / foto's maken. Dus daar heb ik geen beelden van. Maar het was zo mooi. Kleine lieve puppies. Lief. Schattig. Ja. Maar alsnog willen we jullie bedanken weer voor het kijken naar onze vlog. Het is weer wat anders dan jullie van ons weer zijn gewend. Vinden jullie deze video / vlog, wat dan ook, nou leuk? Dan zouden we jullie heel graag willen adviseren of willen zeggen, gooi dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer even op onze kanaal. En dat blauwe of grijze belletje lekker aan. Maar dan blijf je op de hoogte. En dan zeggen wij altijd, dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende keer.